Ja, het is er niet voor elke vereniging kommer en kwel in deze tijd. De Hengelose IJsclub bijvoorbeeld mocht afgelopen zomer al heel veel nieuwe leden verwelkomen. En ja, afgelopen weekend kon de club echt zijn naam eer aan doen. Nou, blij dat de schaatsbaan weer open is. Ja, eindelijk zijn we open. Het heeft de hele week ontzettend veel werk gekost. Maar nou ja, je ziet het. De mensen die zijn lekker aan het schaatsen. Hebben jullie ook getwijfeld om open te gaan wegens corona? Getwijfeld. We hebben wel extra maatregelen moeten nemen. En we zijn heel erg blij dat de gemeente en ook dat de KNSB, dat die ons hebben geholpen. Om aan te geven op welke manier we veilig open kunnen. En nou ja, we zijn zo super blij dat het toch kan. En denkt u dat het een beetje een grote opkomst wordt? Of? Ja, ik denk het wel. We hebben elke avond om 6 uur gaat de website open om de reserveringen voor de volgende dag te doen. En gisteravond binnen 5 minuten was alles vol. We denken dat er heel veel mensen zullen komen schaatsen komend weekend. Ja, en hij is bij ons aangeschoven. Je zult hem bijna niet herkennen zonder muts. Maar het is dezelfde man, Bob Groenewoud. Welkom, voorzitter van de IJsclub. Ja, hoeveel mensen zijn er geweest? Heb je daar een beeld van? Ja, er zijn nou, meer dan 1000 mensen zijn er geweest schaatsen. Even kijken, in vanaf vrijdag waren jullie open? Vrijdag, zaterdag, zondag. Unieke bezoekers? 1000? Ja, ongeveer. Ja. Ja. 1000 mensen verdeeld over 3 dagen, 300 per dag. Maar ja, heb je er normaal gehad? Ja, normale... Daarvoor had het er in niet-coronatijd kunnen zijn. Wel veel meer. Dus we hadden nu echt die tijdsblokken van, waarbij we 100 mensen tegelijk konden ontvangen. En ja, die waren zo snel vol. Dat waren er anders ook veel meer geweest. Nou heb ik begrepen dat treintjes niet op prijs werden gesteld. En dan zag ik toch op deze beelden wel even een treintje voorbij komen. Was de handhaving wel in orde bij jullie? De handhaving was wel streng, maar zo'n treintje dat schaatst zo lekker en het is buiten en ja, dat is heel moeilijk om mensen daar dan van te weerhouden. Maar we hebben, in het algemeen is het allemaal heel goed gegaan en met name op het terras, hè, waar de mensen hun schaatsen aan en uit trokken, daar is het echt even opletten dat de mensen voldoende afstand houden van elkaar, maar het is eigenlijk allemaal hartstikke goed gegaan. Ergens vroeg ik me ook af, vrijdag 12 februari, toen gingen jullie open afgelopen vrijdag. Toen had het echt al heel wat dagen flink gevroren. Klopt. Er waren zelfs al mensen eerder dan 12 februari op natuurijs, gewoon op de open wateren, zeg maar. Klopt. Was het niet rijkelijk laat? Ja, zo'n ijsvloer maken, dat lijkt makkelijk, maar dat is echt een hele kunst. En we zijn al begonnen met de valse start. We hadden het water al op de baan staan en toen hebben we toch besloten om het er weer af te halen, om eerst de sneeuwval af te wachten. Dus dat je kunt die sneeuw er niet afschrapen, dan maak je je ijs kapot als het van gevallen is. Ja, nou ja, het is gevaar als het sneeuw op het water ligt, dat je dan bijna helemaal geen ijs krijgt en dat je er gelijk doorheen zakt. Dus als het er dan eenmaal op ligt, dan kun je het er bijna niet vanaf krijgen. Dus water er weer afgehaald en met behulp van de gemeente, met van Gildebor, die hadden een aantal sneeuwschuivers. Hebben we toen het klaar was met sneeuwen, de baan helemaal sneeuwvrij gemaakt en toen het water er weer opgelaten. Ja, en dan moet het gaan vriezen. En het werd toch niet zo koud als ze hadden voorspeld. Ze zeiden van, nou, het wordt min 14, 15. Maar de eerste dagen was het eigenlijk net aan min 10. Nou, dat scheelt toch wel aanzienlijk voor de ijsgroei. En we hebben het puttenprobleem. En dat is toch een hele uitdaging. Er zitten een heel aantal putten. Die zorgen ervoor dat we de baan op een goede manier onder water kunnen laten lopen. Daar loopt dan heel geleidelijk het water doorheen. Alleen die putten die zijn vrij diep. En zo diep dat eigenlijk de warmte van de grond ervoor zorgt dat je toch een soort van circulatie van warme lucht, van warm water kan krijgen. En we hebben ook een paar luchtfoto's op onze website staan en je kan elke put kun je zo aanwijzen, want dat werd gewoon een wak. Is dat nog aan te passen? Ja, er zijn allerlei methodes al geprobeerd. Dus we hebben er een soort klepjes voor gemaakt die we erbovenop leggen. En we hebben een aantal enthousiaste ijsmeesters. En die denken dat ze nu het ei van Columbus gevonden hebben. Dus volgend jaar wiggen in de putten, zodat ze mooi afgesloten worden. En dan hebben we nog sneller ijs als dat is. Heb je ook privileges eigenlijk als voorzitter van een ijsclub? Bijvoorbeeld dat je als een van de eerste... een rondje mag de openingsdans. Ja, zeker, zeker. Een van de eerste, ja. Nou, we zijn opengegaan voor een aantal leden. En we hebben niet een officiële opening gehad. Maar als je dan die eerste paar mensen zo lekker zo'n rondje ziet gaan. En het ijs was echt prachtig. Uiteindelijk is het echt heel goed gelukt om er een hele mooie ijsvloer van te maken. Nou, dat is wel echt... Nou, was jij een van de eerste of zag jij de eerste rondgaan? Ik zag de eerste rondgaan. En vlak daarna heb ik zelf snel mijn schaats ondergebonden. En ben ik er ook eventjes op gegaan. En ja, dat is echt genieten dan. Ja, kun je dat woorden geven of niet? Die magie, hoe je daarna uitleeft als je je eerste slag zet. Eerste slag, ja. Het is gewoon zo lekker omdat je dat... de techniek die leer je eigenlijk op IJsbaan Twente. Hè, de overkoepelende... Nee, IJsbaan Twente in Enschede. Hè, dus de overdekte kunstijsbaan. Ja, daar trainen we heel erg veel. En dan op het moment dat je dan lekker buiten ook die slag kan maken. En dat je dan zo'n heerlijke lange slag kan maken en dan hoor je dat geratel van die schaatsen over het ijs. Nou, dat is echt... Is dat het echte? Is dat het echte schaatsen? Oefen je binnen en schaats je buiten? Is dat wat het is? Ja, dat is niet voor iedereen zo, maar voor mij is dat wel zo eigenlijk. Maar mag je het trouwens natuurijs noemen? Want sommigen zeggen nee, daar moet je open water hebben. Het is eigenlijk te mooi voor natuurijs. En wat je mist op zo'n ijsbaan, dat is dat mooie ploinkgeluid als er een scheur door dat ijs heen komt. Ja. Ja, dat heb je niet op onze combibaan, want daar ligt het ijs op het beton. Dus ja, de scheuren die komen daar niet. Heb je nou ook weer door afgelopen weekend... Hè? Ik zag mijn nichtje van 4... Vergeef me als het niet klopt, maar volgens mij is ze 4 op dit moment... op haar houtje staan bijvoorbeeld. Heb je nieuwe leden, jonge leden, oude leden, nieuwe leden binnengehaald? We hebben wel een hoop mensen die een jaarkaart hebben gekocht. En daarbij steunen ze eigenlijk de Hengelose IJsclub. Want iedereen weet wel, zo'n jaarkaart... Ja, je hebt geluk als je hem 1 keer per jaar kan gebruiken. Dus daar hebben we een hoop mensen voorbij gekregen. En er zijn een hoop kinderen die zijn nu voor het eerst in aanraking gekomen met schaatsen. En die gaan we nu een aanbod doen om te komen trainen bij ons. Alleen de IJsbaan Twente is dicht, dus ik heb ze niet zo heel veel te bieden op dit moment. We hebben gelukkig op zaterdagochtend wel een paar enthousiaste trainers die met onze pupillen conditietraining doen. Dus die doen spelletjes en looptraining in het bos. En dadelijk in april dan beginnen de skielerlessen weer. Maar op dit moment, ik zou eigenlijk het liefste tegen iedereen zeggen, kom lekker een proeflesje nemen op de Enschedese ijsbaan. Maar skileren kan nog niet nu, als de baan droog is? Ja, als de baan droog is zou het wel kunnen. Maar ja, je hebt nu nog zoveel slecht weer. En normaal gesproken beginnen we in april met skileren. Ja, want over dat skileren gesproken, daar heb je vorig jaar ook een mooie slag geslagen. Absoluut. Er waren op een gegeven moment... De een zijn dood is de ander zijn brood. Ja, dat was bij ons wel een beetje zo. Ja. Op een gegeven moment toen kon er eigenlijk bijna niks meer. En toen gingen heel veel mensen zelf skilers kopen. Omdat je dan... Kinderen konden lekker in de straat gaan skileren. En daar hebben we toch veel nieuwe leden aan overgehouden. Nou, wel eens iemand met een bariton of met een ander muziekinstrument die bij jullie aankwam en zei, daar heb ik nu toch niks aan. Precies. Doe mij maar een paar skilers. Ja, precies. Ja, dat was toch grappig om te zien inderdaad. Dat is veel meer skileraars buiten. Heb je, hoeveel, noem eens aantallen, hoeveel is jullie club gegroeid? Nou, we hebben 400 leden en we hebben ruim 80 jeugdleden. En in de zomer hadden we op een gegeven moment 20-30 proeflessers erbij. En daarvan zijn er ongeveer 20 blijven hangen. Dus dat is... Ja, dat is misschien in aantallen niet zo groot, maar voor ons was het toch een behoorlijke groei in leden. En nu met dat ijsweekend, jaarkaarten? Ja, we hebben ook ongeveer 20 jaarkaarten verkocht. Maar dat is dan ook aan volwassen mensen gewoon. Dat zijn niet mensen die per se bij ons komen schaatsen. We hopen eigenlijk dat we toch ook nu een paar nieuwe leden bij ons kunnen laten aansluiten. Dat vinden we wel heel erg leuk. Waarom komen ze eigenlijk bij jullie? Want skileren kun je toch ook gewoon op straat doen? Ja, maar bij ons leer je goed skileren. En skileren is eigenlijk net als schaatsen. Het is dezelfde beweging. En als je hard vooruit wil komen, dan moet je eigenlijk een aantal dingen doen die je uit jezelf niet zomaar doet. Dus je moet bijvoorbeeld niet naar achteren afzetten, maar naar opzij. En dat is bij het schaatsen ook zo. Als je alleen maar naar achteren zou afzetten, dan kun je op een gegeven moment je eigen snelheid niet meer bijhouden. En alleen als je opzij afzet, dan kun je die beweging vol blijven houden en kun je bij elke slag ook goede kracht zetten, zodat je nog harder gaat. Ja. Nou, dat soort dingen, die kun je heel mooi houden. Ja, probeer het maar eens. Even, jullie vrijwilligers, die hebben ontzettend veel werk verricht volgens mij vorige week. Klopt. En vooral op hele onchristelijke tijdstippen. Ja, klopt. Ja, vanwege de lockdown konden we ook niet zo lang doorgaan. Of vanwege de avondklok konden we niet zo lang doorgaan. Heb je genoeg vrijwilligers voor zulke... Ja, het is... even vrij naar Renate Wennenmars. Als het begint te vriezen, dan ontdooit de Hengelose IJsclub. Dan is het echt hartverwarmend dat zoveel mensen het leuk vinden om actief te zijn en te helpen met alle dingen die er maar bij komen kijken. Maar het zijn allemaal mensen die zelf ook graag willen schaatsen, of niet? Ja, nou, niet per se. We hebben ook een aantal mensen die zelf niet actief schaatsen, maar die het gewoon leuk vinden om te helpen. En het is ook een hele leuke sfeer. Het kost mij ook totaal geen moeite om daar hele dagen te zijn, want je hebt eigenlijk alleen maar blije mensen. Ja. Dus, En geen slapeloze nachten gehad? Jawel. Ja, het was ook wel spannend. Want al de coronamaatregelen en het moest allemaal wel goed gaan. Ja, en het ijs moest goed blijven gaan. En, maar het is allemaal perfect gelopen. Dus ik kijk heel tevreden terug op de afgelopen dagen. Bob, het is inmiddels bevroren. Of ja, ik wou zeggen, hoe heet dat ook weer? Ontdooid is het ijs. Klopt, ja. We kunnen dus niet meer schaatsen op de ijsbaan, denk ik. Nee. Skileren is ook nog wat lastig. Is nog even wachten, ja. Wat doe je nu dan met de baan? Nou, de baan die wordt nu gebruikt door... we hebben een aantal andere mensen die het ook gebruiken. Dus we hebben bijvoorbeeld de Bootcamp Factory. Dat is een sportschool. Die hebben allemaal mooie toestellen bij ons staan. En omdat wij zo'n mooie grote baan hebben... kunnen die bij ons op de baan hun trainingen nog geven. Dus die maken er dankbaar gebruik van. We hebben nog de racerunners. Dus een soort driewieler voor mensen met een beperking. Die kunnen trainen bij ons op de baan. Dus er wordt wel gebruik van. En als het gaat om, tot slot dan, om het schaatsen of het skileren. Ga jij bidden voor nog meer ijs? Of, Het zou toch helemaal mooi zijn als we nog een periode krijgen. Maar voorlopig zit het er niet in. Komend weekend 15 graden. Dus dan komen de racefietsjes allemaal weer tevoorschijn. En dan gaan we lekker fietsen. Ik heb wel eens, iemand zei onlangs blijkbaar ergens... winters komen altijd in paardjes of zo. Dus wie weet krijgen we komend jaar nog een herkansing. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Bob Groenewoud van de Hengelose IJsclub, dankjewel. Ja, dankjewel.